Een aantrekkelijke vestigingsstad zorgt voor voldoende voorzieningen zoals kantoorruimte, huisvesting en een aantrekkelijke leefomgeving met veel groen en uitgaansgelegenheden. Met jaarlijks zo'n 1100 starters en grote plannen zoals Via Breda en een logistiek topinstituut moet Breda in heel wat behoefte voorzien. Heel veel startende ondernemers die beginnen heel kleinschalig, hè. Dus heel vaak in de wijken. En wij hebben ook bijvoorbeeld nu een initiatief lopen met Avans en Rewin om te kijken dat we kunnen komen tot een soort bedrijfsverzamelgebouw voor starters op het gebied van techniek. Dus in die zin moet je bij startende ondernemers veel meer aan kleinschaligheid denken en aan maatwerk. Dus gewoon ook vanuit huis starten, wat ook heel veel ondernemers zullen doen. En daar is in Breda gelukkig nog ruimte genoeg voor. De gemeente Breda kent jaarlijks dus meer dan 1000 starters. Maar malaise maakt bang. Volgens wethouder Aert zijn er echter nog voldoende deurvals, die overigens wel tegen nieuwe problemen aanlopen. Nou, op dit moment merken wij nog niets van een daling. Wij merken wel dat het voor sommige ondernemers op dit moment moeilijker is om aan geld te komen. En in die zin proberen wij ook via het coördinatieteam wat we in Breda hebben opgericht om heel snel koppelingen te leggen met de subsidiestromen die wij als overheid hebben, maar die bijvoorbeeld ook een Brabantse ontwikkelingsmaatschappij heeft. En dat wij dan zo gezamenlijk met hen samen weer met de banken kunnen komen tot een samenhangend plaatje van financiering. En zoals in vrijwel alle economische voorspellingen, van pessimistisch tot optimistisch, komt er ook volgens Els Aerts een einde aan de crisis.